daarnet was het wel echt harder aan het bloeden, hè. Overheen, ben je niet goed? Oh my god. Stop met filmen. Hallo en welkom bij een nieuwe weekvlog. En wat voor begin van een nieuwe weekvlog? Want het is school! Woehoe! Papa is zo verdrietig. Doe dat maar. Ik moet echt duwen om de traantjes eruit te krijgen. Dat ik zo verdrietig ben. Maal. Wat zijn jij nu aan het doen? Ze is helemaal aan haar kosten. Wat is dat hier? Wat is dat? Dat is een rie. Dat is door mij. Ja, hallo. De boekentassen staan ook klaar. Kijk, hè. De mooiste is van mij. Ja, de mooiste is van Xante. Ja. Klaar? Ja. Ja? Xante, jouw eerste schooldag in... De broederschool. Yay. Het eerste middelbaar. Nu ga je echt veranderen en beginnen puberen. Yay. Hai. Da. Da. Ah wel. Dan de kindjes zijn al weg. Ja. Wat doe je hier nou? Het is al kwart voor negen. Ja. Hoe begin? Wat film je? Oh. En ik was zo'n beetje de nachtgrond aan het filmen. Zo artistiek film noemt dat. Spijt me. Dat wil je daarvoor niet zeggen? Mijn school begint maar om 10:00. Hoe begin? Ben verdiend. Oh. 10:00 moet je beginnen. Wow. 10:30. Tot wanneer is dat? Dat was goed tot vorige week. Dat is niet waar. Dat is goed. Ik heb ze nog maar meegebracht. Dat is geen vers, hè. Mevrouw, oh. Het is geen vers, hè. Het smaakt raar, oh. Weet je wat? Ga achter appelsien en spar ze zelf uit. Nee, dan. En moet ik mee gaan naar school? Ja, samen, hand in hand. Ben je bang? Ja. Ziet dat ik helemaal alleen ben? Ik denk dat Xante wel nerveus was. Je ziet ze, hè? Nee, ze was gewoon heel ambetant. Ah ja, ze was heel ambetant. Ah ja, oké. Nu gaat ze wel veranderen, hè? Ze gaan nu veranderen in jij. Nee. Ik kan dat niet aan. Twee zoeken. Much, much, much later. Hallo. En? Hoe was het? Goed. Ja? Ik heb wel een beetje moeilijk. Wat ben je? Ik heb een beetje huiswerk, maar het is echt makkelijk. Ah ja, tuurlijk heb je huiswerk. Het is makkelijk. Is het gemakkelijk? Gewoon overschrijven. Ah, gewoon overschrijven. Ja. Dat is al een beetje in erin te komen. Ja. Dus maak maar eerst je huiswerk. En welk huiswerk heb je? Nog niks. Hoe nog niks? Je broer zit daar al, hè? Ik heb wel al 2 jaar te gaan. Jaar te gaan? Ja. Woehoe. Dat wordt leuk. Hey! Hoe was jouw eerste dag? Geweldig. Stop. Aan het woordje geweldig voelde ik dat iets niet goed was. Wat is er mis? Het is gewoon saai. Hoe is saai? Geen les gehad zelf. Dit is nu al saai. Ah. Ja. Dus niet dat de lessen saai waren. Jawel. Heb je gewoon nog geen les gehad? Jawel, we moesten allemaal blaadjes zo verscheuren en in een mapje steken. Ah ja. Leuk, en welk huiswerk heb je? Niks. Oh, niks. Nee. Is alleen Arco die nog maar... Frans huiswerk, man. Man, ben. Hoi, wat is er gebeurd? Wat is er? Je moet zo boos niet kijken, hè? Ga je een appeltje niet? Ja. En wat is er gebeurd? Je vinger. Sta maar recht. Of ga je flow van, niet toch? Nee.
Ah ja. En dan staat... Toen een keer. Ik ben net als burger dan blind. Zie jij iets? Ah, hier. Hier is de sneetje. Hier is de sneetje. Lach daar een keer niet mee. Die jongen is hier. Wat doe je daar? We zijn aan het vloggen, hé. Lach daar niet mee met mijn zoon. Lach daar niet mee. Daarnet was het wel harder aan, blind. We gaan een keer... Je is bijna dood. Maar ik hier een beetje ontsmet. Het gaat pieten, hé. Pas op, ik neem het is niet waar. Dat is niet waar. We gaan nu heel je hand in de wind steken. Oh, die plakkers zijn hier. Papa is hier een potje aan het maken. De mad kit. De mad kit. Wat is er? Overgeven. Wat moet je overgeven? Ah, zijn jullie goed zeker? Daarnet was het wel echt harder aan het bloeden, hè? Overgeven, ben je niet goed? Oh my god! Stop met filmen! Kabarete! Lekker appeltje. Nee, maar het was echt wel diep. Ik hield onder water. Het was nog... Eeuw! Het is niet voor gevoelige kijkers. Wacht, moet je kijken? Moet je kijken anders? Nee. Dat is vriendje van Norfee. Hallo. Hij wil meekijken. Zeg je hallo? Zeg je hallo aan de YouTube-kijkers? Hallo. Hallo. En hij zou graag een keer kijken naar Arco. Kijk een keer naar Arco. Nee, nee. Oei, gaat het, Arco? We zijn hier aan het lachen met jou, maar het gaat niet goed, hè? Ja, maar het is nu al... Mai. Waarom moet jij nu overgeven? Maar daarnet was het echt diep. Was het daarnet echt diep? Ja, maar ja, we hielden het onder water. En het was... En het was nog geen 2 seconden ervan onder heel zijn nagel en al heel zijn bloed. Ik kan veel zien. Maar moet jij niet zien, hè? Zijn haar. Ik mag niet lachen met die jongen. Dus het is echt wel serieus. Het is echt wel... Die vinger was er bijna af. Yo. En we zijn intussen al zondag. En wat doen we vandaag? Naar Antwerpen komen. Wat doen we? Naar Antwerpen komen. Marco, weet je het? Nou, we zijn iets van... De zaal. Naar een zaal. Naar een zaal. Mooie zaal. Hij was het vergeten. Ja, dus we zijn in Antwerpen. En we zijn op de YouTube-beurs. En we gaan een bezoekje brengen aan de YouTube-helden van de kids. Enzo Knol hebben ze. Dylan. En? Pascal. Intrax. Ja. Ja, is het Intrax? Ja, Syntrax. Syntrax. Excuseer, Pascal. Ik heb het mis. Moest je kijken. Het is de eerste keer dat we hier naartoe gaan. Het schijnt dat het heel, heel, heel druk is. Dus ja, we zullen zien hoe hectisch dat het is. We gaan alles tonen dat ze Enzo kunnen zien. Lang moeten aanschuiven. 3 kwartier. Woe! 3 kwartier. Yay! Fun day! Sunday fun day! Not.
We hebben hier juist problemen gehad, dus we hadden één ticketje voor Dylan, maar ze hebben mij super geholpen. We hebben toch eventjes die tickets kunnen dat we eigenlijk recht op hadden, maar echt super geholpen. Dankjewel, hè. Dank u. Dus de kids hebben nu juist Dylan gezien en daar staan hier overal lange rijen en de meet and greet van Enzo Knol van 1:30 is verplaatst naar 12:30. Dus wat is? Ronald is zo. En mij. Wie? Ronald. Ronald, ah, dat is zo. Amai. En mij, hè? Heb je terug? Zo, gedaan. Hey, oh, zo. Ik is zo. Wat deed je? Nee, ik weet niet. Kijk, zeg nog eens dankjewel. Dus die mevrouw. Ah. Dus we gaan nu aanschuiven voor iemand dat ik niet ken. Voor Enzo! Enzo! Ben je zenuwachtig? Ja. Ja? Ja. Waarom? Van een gewone meneer. Dan kun je het niet zien. Ben je het raar om hem een keer te zien? Ja. Aha. We staan dus in de wachtrij voor Enzo en we zijn er bijna. Heb je er zin in? Ja, ben je zenuwachtig? Niet zo? Arco is wel zenuwachtig. Hè? Ben je zenuwachtig, Arco? Ja. Ja. Nog vier mensen. En dan is het aan ons. Gaat aan dat meisje dat ze heel veel filmt. Ze haar zwarte t-shirt aan. Ze vraagt als ze zo filmt. Jong. Ze vraagt u maar. Roep ze maar. Ja, dat is wel mooi. Ja, lekker zit je gasten met de meeste. Hey, hoe was het? Goed. Ja? Wat heeft hij gezegd? Gaan we een foto maken? Sorry, keerje. Wow. Wat zei hij tegen jou? Oh, dat je mooie lange haren, zeg. Ah. Ja. Wat zei hij tegen jou? Hoe dat ging? Heb je niet mogen vloggen? Nee. Nee, maar wat heb jij? Ik heb wel zijn handtekening op mijn hoesje. Ah, goed. Nou, waar is hij gsm? Heeft hij die weg? Nee, ik heb die zitten wachten. En? Was het leuk? Ja. Dan kunnen we hier ontbijt. Het is al een beetje laat voor ontbijt. Ja. Wat hebben we nog? De warme wafel. Kijk hier. Een rondje kaas. Ja. We zitten hier gewoon te wachten nu. We moeten nog één iemand hebben. We hadden ook Syntrax aangegeven. En Maxante is gisteravond al een klein beetje ziek geworden. En vandaag is ze wel nog zieker. En daar legt ze dan. Ziekjes. Met ziekjes, hè? Ja, dus Xanthe wilde echt wel wachten op Syntrax. En het is nog een uur. En er is buiten meet en greet is er hier wel weinig te doen. Dus er zou wel, vind ik, als extraatje nog wel iets meer te doen zijn, niet? Ja, hè? Er is al veel te doen en ik denk dat de beurs wel nog moet groeien. Maar dat er nog, als dat een tip kan zijn en als de organisators van de YouTube-beurs kijken, nog iets meer. Hey, nog activiteiten. Ja, meer activiteiten tussendoor.
Het is natuurlijk lang aanschuiven, maar ik kan niet heel de tijd gewoon. Dus we zitten hier, we hangen hier. We zijn hangjongeren. Ben jij nog een jongere? Hangmensen. Hangmensen, nou ja, oké. Okay. Jij bent hangjongeren en ik ben hangouderen. Ja. Zoiets? Zoiets. Van allemaal? Yes, super. We stick. Wait, have I? Yeah. Voilà, we zijn terug van de YouTube-beurs en onze kids hebben eindelijk Enzo Knol ontmoet. Ze waren heel nerveus, ze hadden veel zenuwen, maar ze vonden het wel heel leuk. Ze vonden hem heel vriendelijk en ze hebben dan ook Dylan Hagens ontmoet en dan nog enkele andere YouTubers dat ze altijd graag naar kijken. We zijn dan ook heel blij met al jullie reacties. Jullie geven altijd heel veel reacties in onze video's. Voor ons is het altijd nog maar het begin. Maar al jullie reacties worden zoveel mogelijk beantwoord. We zijn daar ook heel blij mee dat jullie zo enthousiast zijn over onze video's. Dus vind je onze video's top? Dat schrijf dan altijd in de reactie. Heb je een vraag? Er is iemand die gevraagd heeft of we eens een video willen maken met de vragen te beantwoorden die jullie stellen. Dat gaan we dan ook doen. Maar jullie moeten dan natuurlijk ook vragen stellen. En die gaan we dan in een video beantwoorden. Dus hebben jullie vragen over ons? Over ons leven, over onze vlogs, over Xante, Arco, Orfee, ik, mama. Noem maar op, heb je een vraag, schrijf het hieronder en we zullen die proberen te beantwoorden op een aparte video. Dus iemand heeft dat gevraagd en dat zullen we dan ook doen. Er zijn ook mensen die vragen of we slijm willen maken, een filmpje met slijm. Ik had altijd het idee dat er al heel veel video's zijn met slijm. Maar we zijn ermee bezig. We zullen wel eentje maken met slijm. Maar ik wil dat dan niet gewoon slijm maken. Ik wil er een speciale challenge aan maken. Dus wanneer die klaar is, dat idee klaar is, dan gaan we daar ook een video over maken. Vond je dit een leuke weekvlog? Dan kan je altijd een duimpje geven. En wil je op de hoogte blijven van onze challenges en vlogs? Dan kan je altijd gratis abonneren op ons YouTube-kanaal. Voor de rest, rest er mij alleen nog maar te zeggen... Daaah!